Oké, maar wat moeten wij doen? We moeten met Wario blijkbaar nu. Het is een gigantisch puff scheetmonster. We moeten hem verslaan. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe WarioWare. Oh, hey. Wie is dit? Er valt me iets te binnen. Misschien weet mijn kleindochter Penny wel raad. What up? We gaan naar Penny. Penny's mix is dit. Oké, goed. Ik bel Penny wel even, zegt Krygor. Die gaat even lekker een telefoontje plegen met zijn dochtertje. Dit is Penny's laboratorium, Pie. Oké. Ja, het ziet er fancy uit, joh. Hallo, Penny. Ben je lekker aan het klussen hier met je vriendinnetje? Eindelijk klaar. Heb je het gefixt? Of is dit wat anders? Dit is wat anders. Dit is de waterstraalmotor. Oh, dan kan ze door de lucht vliegen zo. Ah, en de telefoon gaat. Ja, nu? Kan je opnemen? Oh, je kan gewoon opnemen, joh. Oh, dit is de kleindochter. Krygor is de opa van Penny. Die lekker aan het rondvliegen is met de grote waterstraal. Oh, en die komt nu naar Wario's laboratorium aangevlogen. What up, Penny? Daar ga ik! En ze vinden het helemaal cool. Zij willen ook wel in een game zitten. Penny is Krygor's kleindochter en ze zet haar eerste stap op het pad van de wetenschap. Daarnaast wil ze ook nog popster worden. Sing hallelujah! Beweeg om Penny's waterstraal te richten. Door de tegendruk beweegt ze in de tegenovergestelde richting. Ja, Dit vind ik heel verwarrend in mijn brein. Dit vind ik heel verwarrend in mijn brein. Of moet ik gewoon op A drukken? Ja, dat was het. Oké. We gaan dit ding even vullen. Oh, ziek ideetje. En dan kunnen we door de deur. Oh my gosh. Penny is wel moeilijk, man. Oké, Penny, let's go. Maar wat moeten we hier doen? We moeten 15 games doen. Toch niet allemaal met Penny, hoop ik. Wel allemaal met Penny. Oh nee, dit wordt een ding. 15 games met Penny. Ik ga gewoon alle kanten opvliegen, denk ik. Oh, nee. Dit is te lastig. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Ik had gewoon moeten gaan schieten met mijn waterstraal, natuurlijk. Blokken. Dit is gelukt. Ik ga gewoon de hele tijd stilstaan met Penny. En dan gewoon waterstraal schieten. Ik denk dat ik dat gewoon het beste kan doen. Laat het stromen. Ja, zo. Ja. Kijk. Dit werkt wel, hoor, jongens. Gewoon stilstaan. En dan gewoon die waterstraal schieten. Nu gaan we sneller. Verjaag ze. Wegschieten. Lekker. Top. En we gaan door. We moeten dit opeten. We kunnen hier ook gewoon tegenaan schieten. Lekker. Oh, dit is echt een cheat. Dit is echt een cheat. Laat hem drinken. Oh, ja, is ook gelukt. Nice. Oké, nog 6 games. Pak de munt. Gewoon schieten, denk ik, Penny. Oh, nee, dat lukt niet. Dat lukt niet. Ah, ik haalde het net niet. Ontwijken. Ja. Ja, dat is gelukt. Ik heb nog 2 levens, jongens. Ik hoop dat het lukt. Verzamelen. Oh, nee. Pak het. Ja, pak het. Woe. Dit was zo close. Oké. Bescherm de schat. Haal het weg. Ja, dit gaat goed. Lekker. Nog 2 games. In de holte. Ging niet goed. Ik heb 1 poging voor de laatste game. En dan moet ik ontsnappen. En dat lukt. Dat lukt. Lekker. Penny is ook van de partij. We hebben het gehaald. Met 1 leven over. Penny is een moeilijk karakter. Ik denk niet dat ik haar heel veel zal gaan kiezen. Hoi allemaal. Sorry voor het wachten. Penny. Yo, what up? Kan jij gewoon een wc-rol, een kapotte beker en het bijenkorf even combineren? Ben jij de meest getalenteerde wetenschapper ooit in de wereld van wetenschappers? Penny zegt, ik moet zeker iets tofs maken van die 3 stukken schroot. Oké, geen probleem. Wat ga je ervan maken dan? Oh. Wat wordt het? Oh, het wordt een gieter. Een gouden gieter. Ik krijg hier Animal Crossing vibes van. Een gouden gieter, jongen. Let's go. Oké, Penny. GG. Oh, jij gaat hem ook nog even vullen met water. Nou, dankjewel. Is het nu een levende gieter? Ja, ga je in de toilet gouden water gieten? En komt daar dan een bonustaak uit? Oh my god. Wat gebeurt er? Oh, wauw, die bonenstaak. Moet je kijken. Ja, dit is een flinke bonenstaak, jongen. De gouden gieter is er vandoor. Oh, Wario gaat boos zijn. Wario gaat boos zijn. Mijn schat. Mijn prachtige schat. Ah. Hey. Iedereen is blij. Behalve Wario. Laten we naar boven klimmen. Er is daar vast iets te vinden. Maar, dit is het laatste level, denk ik, jongens. Het laatste level. Knal die duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. We moeten tegen
Pioro. Wie is Pioro? Pioro, let's go. Ik ben hier met Lulu, met Mantis, met Penny en met Red. We zijn al heel aan het klimmen. Er is hier helemaal niks. Daar is die jongen. Daar is het. Het ding dat me heeft ontvoerd. Wario die zegt, heeft het meer schatten? Wacht, kom terug. Wario die gaat gewoon voor de schatten, jongen. Kijk Jimmy daar vibe zo. Lekker. Oké, tijd om voor eens en altijd met dat geval af te rekenen. Oké, maar wat moeten wij doen? We moeten met Wario blijkbaar nu. Het is een gigantisch puff scheetmonster. We moeten hem verslaan. Maar hoe gaan we dat doen? Dit is ronde 1. Oh, wacht. Moet ik alle ogen nu kapot maken? Ik denk het. Ja, we moeten alle ogen kapot maken. Maar we wisselen dus van karakter. Ik ben nu Jimmy. Lekker. Nu op zijn oog. Oh, maar dit is moeilijk. Dit is... Ja, lekker. Ik heb hem alsnog. Oké, cool. Ronde 3. Bam. Ja, lekker. En bam. Oké, cool. Let's go. Ronde 4. Wie zijn we nu? We gaan yo-yo'en. Yo-yo. Ja, lekker. Woe. Oké. Ronde 5. Wisselen van character. We zijn nu Mike. Mike is super chill, dus dit gaat wel lukken met Mike. Cool. Ronde 6. Ninefold. Die kan ook gewoon deze oogjes allemaal kapot knallen. Ja, oké, cool. Ronde 7. Iedereen moet helpen. Cricket moet even... ik ben bang. Ja, lekker Cricket. Lekker goed gedaan. Oké, ronde 8. Dit gaat ook met Ashley. Ashley moet even naar de andere kant vliegen. En dan zo. Ja, cool. Ronde 9. Oké, cool. Blijf schieten. Ja, lekker. Ronde 10. Oké. We moeten zo hoog klimmen. En dan moeten we nu... Bam! Lekker, Mantis. GG. Volgende ronde. Orbulon. We moeten iets optillen en dat in zijn oog gooien, denk ik. Dit was mis. Gooi raak. Nog één. Oh, nee. Orbulon. En nu? Gelijk game over. Ah, nee. Ik ga gewoon verder, jongen. Let's go. Let's go, Orbulon. Jij kan dit. Jij kan dit, wil ik zeggen. Je moet stil hangen boven zijn hoofd. Anders gaat het niet lukken. En het lukt nu net. Oké, ronde 12. Iedereen moet helpen. We moeten gewoon schieten, denk ik. Water schieten. Ik ga gewoon nu zo water schieten. Ik dacht dat ik pro zou zijn. Gewoon in de lucht hangen nu. En nu gewoon water schieten. Weer niet. Freaking Penny, jongen. Oké, nu gaat het lukken. Easy, gewoon erboven hangen. Zo, hoppakee. Het is niet zo moeilijk, maar je moet even doorhebben met freaking Penny. Bommetjes gooien. Ja, dit ging helemaal top met Red. Dat is niet zo heel moeilijk. Dan nu Mona. Ja, met haar boomerang ding. Oh, ja. Goed zo. Lekker, Mona. GG. Ronde 15. Nu moet ik die dingen gaan pletten, denk ik. Deze pletten. Lekker, Lulu. Ja, we zaten even vast. Nu moeten we... Oh. Ik werd soort van omhoog geketst of zo. Ja, dit is niet eerlijk, jongen. Dit vond ik echt super gemeen. Nee! Je ziet wel welke karakters ik nooit gebruik. ik krijg opeens een ander level met Krygor. Een makkelijker level of zo, denk ik. Ze vinden mij te noob. is die dood? Is dit het? Nee, het leeft nog. Het leeft nog, deze vogel. Kom op, Wario. Lekker gedaan. Hoppakee. Hij gaat. Ja, dit was Bikkel. Eén oog is denk ik kapot. Oh my god. Hoe moet je dit in één keer halen, jongen? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. Pak hem. Ik ben hem zat. Op zijn oog. Hoppakee. In het midden. Hoppakee. Zo dan. Gewoon snel. Gewoon tempo. Voordat hij iets kan doen, gaan wij al aanvallen. Lekker gedaan, team. Wacht, was het zo'n schattig vogeltje? Dit vogeltje wil je niet slaan. Dit is een super lief vogeltje. Ninefold zegt ook, hey, is dit Pioro? Ninefold die kent Pioro. Heeft Pioro zijn eigen game? Het is Pioro, de ster van de videogame. Wie is Pioro nou weer? Wat doe jij in onze game, vraagt Wario. Eens kijken, hij zegt, ik kwam langs om even te spelen. En hij vraagt, vonden jullie leuk om met mij te spelen? Op zich. Wario zegt, leuk, niet leuk. Wie maakt zich daar druk om? Ik wil weten waar de schat is.
Er is zeker geen schat. Er moet een schat zijn. Misschien wat goud. Een klein beetje maar. Bjorno die staat toch zo te kijken van... dude, ik weet niet waar jij over praat. Maar er is helemaal geen schat. Kijk Wario huilen. Misschien is dit wel het einde dat je zocht. De schat is niet het goud, maar je zoektocht ernaar, zegt Mantis. Onze grote, wijze filosoof. Sorry, Wario. Maar Pioro, die is er nu ook. Kijk, dit is lachen. De legendarische ster uit de populairste game in Diamond City kon niet ontbreken in Wario's game. Houd A ingedrukt om Pioro zijn tong te laten uitsteken. Zijn tong wordt vanzelf ingetrokken als hij niet verder kan. Wat een epische baas. Oké, ja. Met Pioro gaan we nog wel spelen. Maar jongens, dit was het. We hebben WarioWare Let's Get It Together uitgespeeld. Ja, met de cast, met Wario en alle grote helden. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan hebben gevonden. Hebben jullie deze game ondertussen ook al uitgespeeld, in huis gehaald, of ga je hem nog kopen of ga je hem niet kopen? Laat het weten in de reacties. Wat een bazen, Dribble en Spitz. Ja, Ashley en Red, de heldin en de heldin en de held. Jimmy, jongen, Jimmy. Jimmy is de echte gangster. Kijk hem, gouden haren, alles. What up, Orbelon? Pioro! Jij hebt het verhaal uitgespeeld, maar nu begint het pas echt. Dus als je nog meer WarioWare video's wilt zien, laat het even weten in de reactie wat je wilt zien. Doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon zoals altijd bij de volgende. Mazzel!